De studies van deskundigen om de centrale markt om te bouwen zullen zeker een jaar in beslag nemen. Dit vertelde minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken eerder deze week voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Noor Mohammed geeft aan dat er nog vals nieuws wordt verspreid over het verwijderen van standhouders van de markt, terwijl de overheid nog niets bijzonders heeft gezegd over de zaak. Dat is vals nieuws. Dat heb ik al vaker gezegd aan de mensen in de markt. Met betrekking tot het project van de markt, daar gaat niemand weg. Eerst worden de studies gedaan. Nee, we hebben nog niet eens opdracht verleend. We moeten nog opdracht verlenen om te starten met de studies. En dat gaat zeker een jaar duren voordat alle studies klaar zijn. En er is één voorwaarde dat niemand zijn, hoe zeg je dat? Er is één voorwaarde dat niemand broodeloos wordt gemaakt. Dat betekent, iedereen gaat zijn business behouden, misschien in een nieuw jasje. Noor Mohammed geeft verder aan dat er alleen veranderingen komen voor wat betreft de architectuur van de markt. Er is nimmer een opdracht gegeven dat standhouders zich moeten verwijderen van de plek waar ze nu al jaren staan.